Mevrouw Jezielkus. Voorzitter, ik wil me aansluiten bij mevrouw Bikker. Ik krijg de hele dag, gisteren ook, en ongetwijfeld iedereen hier, echt ongelooflijk veel berichten van mensen thuis die hier flarden van meekrijgen en zich afvragen wat we hier in hemelsnaam aan het doen zijn. En voorzitter, ik verwacht een verantwoordelijke houding van mensen met een leidende rol. In de Kamer en daar. En ik wil ook graag de premier vragen hier zijn bewindspersoon op aan te spreken. En niet alleen tijdens vergaderingen, tijdens debatten, tijdens beraden. Ik verwacht daar een verantwoordelijke rol. En dat geldt dus voor iedereen die in dat vak zit. En dan gaat het dus ook om dat we niet continu zorgen dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Olie op het vuur. Dat geldt voor de heer Wilders, die ongetwijfeld achter de tweet van mevrouw Agema zit. En dat geldt ook voor mevrouw Agema. Dat geldt voor iedereen. En mag ik ook de collega's in de Kamer, die nu zich zoveel zorgen maken. Voorzitter, graag een punt voor orde, want ik hoor namelijk dat daar iemand aan het roepen is. Ik kan ook een microfoon lopen. Het woord is aan mevrouw Jezielkus. Ik ga gewoon door, meneer Dijk. Als u goed luistert, dan hoort u mij. Maar de heer Wilders ook gewoon een microfoon loopt om gewoon even te reageren op mevrouw Jezielkus. Is iets ik netter. Ga gewoon doorpraten. Want ik wilde ook nog gaan toevoegen aan de collega's in de Kamer die zich nu ongelooflijk veel zorgen maken over de positie van de premier en zeggen dat hij ondermijnd wordt. Als je hier het debat begint gisteren zonder dat er maar één woord nog eigenlijk gezegd is, nooit over de inhoud gesproken is. De inhoud over hoe we migratie gaan beperken, hoe we die lasten gaan verlagen, hoe we gaan zorgen voor meer woningen. Maar meteen zwaait met moties van wantrouwen of meteen zegt, door het ijs gezakt voor een test en wat was het allemaal. Dat is ondermijnen van de positie van iemand die zegt, ik steek mijn nek uit en ik zet me in het landsbelang. Dus laten we in vredesnaam hiermee kappen en mensen in het land ook laten zien dat we hier gezamenlijk de verantwoordelijkheid willen nemen. Punt van orde van de heer Wilders. Geen punt van orde, maar persoonlijk feit. Collega Jezielkus zei net letterlijk dat ik achter de tweet van mevrouw Agema zou zitten. Dat zit ik niet en dat is een valse, vuile beschuldiging. De heer Timmermans. Voorzitter, ik begrijp heel goed het ongemak van mevrouw Jezielkus, die natuurlijk met de andere coalitiepartijen dit allemaal moet gaan dragen. Want het is allemaal vanuit de coalitie en natuurlijk wil ze het liever over iets anders hebben, want het is heel vervelend om hier telkens weer te worden geconfronteerd. Onze collega Esma Lala heeft vanochtend een persoonlijk feit ruimte van u gekregen, voorzitter, om daar iets over te zeggen. Waarmee zij trachtte om een brug te bouwen en de discussie op een nette manier te laten landen. Op een manier die recht doet aan mensen die in Nederland kiezen voor het dragen van een hoofddoek. En ik vond dat zij dat op een waardige manier deed. Ik vond ook dat daarmee het kabinet ruimte kreeg om dat te omarmen en daarmee een discussie die mogelijk een splijtspan zou kunnen worden in het voordeel van het kabinet te beslechten. De tweet van de vicepremier doorkruist dit, provoceert, bewust, probeert weer hier in te stoken op een vilijne manier. We noemen het een tweet. Het is een publieke uiting van de vicepremier van dit kabinet. Een publieke uiting van de vicepremier die haaks staat op het kabinetsbeleid. Eenheid van het kabinetsbeleid vereist nu, zeg ik tegen de premier, voorzitter, dat die tweet meteen wordt verwijderd. En ik verwacht ook dat die tweet onmiddellijk wordt verwijderd. Anders kunt u de illusie van eenheid van het kabinetsbeleid niet handhaven. Voorzitter, mevrouw Agema heeft mij gezegd dat ze deze tweets, dit type van tweets, dit soort tweets, niet meer zal versturen vanuit het volle besef dat er eenheid van kabinetsbeleid is. En we zullen in het kabinet de discussie herpakken met elkaar. Omdat de achtergrond van haar tweet misschien een andere is dan die op dit moment in de Kamer wordt verondersteld. Maar dat wil ik aan de binnenkant van het kabinet nog eens een keer een goed gesprek over hebben hoe we daarmee kunnen omgaan. Dat vind ik belangrijk. Maar het allerbelangrijkste vind ik elke keer weer dat ik inderdaad net als u niet wil dat mensen zich hier weggezet voelen. Dat wil ik niet. En ik weet dat mevrouw Agema dat ook niet wil. Dat is belangrijk voor mij. En op basis daarvan wil ik het gesprek voortzetten. Want voor mij is belangrijk dat iedereen in dit vak
waar ik als minister-president verantwoordelijkheid voor draag, dat over dat punt geen misverstand bestaat. En ik heb die verzekering gekregen, al meerdere keren, en daarom heb ik mij de hele dag uitgedrukt zoals ik vandaag de hele dag heb gedaan. Voorzitter, ik herhaal. De publieke uiting van de vicepremier is in flagrante strijd met het kabinetsbeleid. Daarmee doorbreekt zij de eenheid van het kabinetsbeleid. Dat kan je alleen maar herstellen als zij die publieke uitlating terugneemt. In dit geval betekent dat verwijderen van de tweet. Doet zij dat niet, dwingt u haar dat niet te doen, dan weet u ook, en ik zeg het niet graag, want ik hou er niet van om het te moeten zeggen, dat u daarmee uw eigen gezag behoorlijk ondermijnt. En ik zeg u vanuit de oppositie, dat verdient u niet op de eerste dag dat u hier met deze Kamer in debat gaat. Maar het is wel een eigen doelpunt. Het is niet iets wat van de oppositie komt. Dus, premier, ik vraag u nog een keer, verwijder de tweet onmiddellijk. Dat is de enige manier om een eenheid van kabinetsbeleid te herstellen. Voorzitter, ik heb genoeg aan de woorden van mevrouw Agema. Dat vind ik belangrijk. Die spreek ik hier ook uit. Ten aanzien van u en ten aanzien van iedereen in het land die dat wil horen. Mevrouw Agema staat ook voor het beleid van het kabinet en voor de eenheid van kabinetsbeleid, dat het iedereen vrij staat in dit land om een hoofddoekje te dragen of niet. Dat is de vrijheid die we hier hebben. Dat is ook waar zij en wij allemaal voor staan. En daar neem ik niets op terug. Daar gaan we voor. En daar werken we snoeihard met elkaar aan. Afrondend. Dan kan ik niet anders dan u heel veel sterkte wensen. Want het sarren wat we jarenlang uit dat vak hebben gezien, gaat nu beginnen vanuit vak K. Het sarren, het ondermijnen, het verdeeldheid zaaien. Ik moet u zeggen, ik benijd u niet. Ik benijd de collega's die afkomstig zijn, uw collega's die afkomstig zijn uit NSC en VVD, niet. U moet ermee dealen. Nederland moet ermee dealen. Het is een circus en geen serieus kabinet. Voorzitter, dit is een bloedserieus kabinet. En het is een kabinet wat op basis van steun van 4 fracties snoeihard gaat werken om te zorgen dat Nederland nog beter wordt. De bekende thema's die ik al een paar keer heb genoemd. Daar gaan we snoeihard mee aan de slag. En laat er geen misverstand over bestaan. En ik zeg het voor de 10e keer vandaag. Dit kabinet is tegen discriminatie, tegen racisme, tegen uitsluiting en voor de vrijheid in het specifieke geval van elke vrouw om te beslissen of men wel of geen hoofddoekje opdoet. En er zal niets in wat ons draagt zal zich zeg maar uiteindelijk daar aanleiding voor geven voor de mensen die er kiezen om dat wel te doen, om anders door ons behandeld te worden. Niets. Op de werkplek niet, nergens in Nederland. Daar staat dit kabinet voor.